Het nieuws dat de Giro een boete heeft ontvangen van de AFM, ja, dat was al langer bekend. Maar sinds vorige week is het onderzoeksrapport juist openbaar geworden. En daardoor hebben we eigenlijk een beter zicht wat er nou precies heeft afgespeeld. En in deze video maken we dan een samenvatting van dit onderzoek. Met eigenlijk de belangrijkste punten die je moet weten als klant zijnde van de Giro. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus kijken naar de boete die de Giro heeft gekregen. Maar voordat we daaraan beginnen wil ik even een korte toevoeging, een korte toelichting geven. Want zoals jullie misschien wel weten en hebben gezien op mijn website, maar ook onder video's onder YouTube, promote ik verschillende brokers. De Giro is daar één broker van. Ik maak gebruik van hun affiliate programma, dus ik word niet gesponsord door de Giro. Dat betekent dus ook dat ze geen impact hebben op wat ik schrijf of wat ik zeg in video's. En je krijgt in deze en andere van mijn video's dus ook altijd mijn mening te horen en hoe ik het opvat. En ik promote dan ook verschillende brokers. Brokers waar ik zelf gebruik van maak. De Giro is degene waar ik eigenlijk het meeste belegde vermogen heb. Inmiddels meer dan 60.000 euro. Dus ik maak ook echt met mijn eigen geld gebruik van deze brokers. En ik wil dan ook juist dit onderwerp over de Giro gaan behandelen. Om juist zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn. Want ik denk juist dat de relatie met de kijker op de lange termijn veel belangrijker is dan nu met bijvoorbeeld affiliate partners. En dat gezegd hebben, laten we gewoon beginnen met de video. En ten eerste met het nieuwsbericht vanuit de AFM. En waar ik dan telkens zeg boete, nou het is eigenlijk geen boete, maar het is eigenlijk een last onder dwangsom zoals dat wordt genoemd. Dat wil dus zeggen dat de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, de Giro, tijd heeft gegeven om een ding op te lossen. En als dat niet op tijd lukt, dat dan dus een dwangsom komt van 100.000 euro per overtreding. Nou, de AFM is van mening dat de Giro 3 dingen niet op tijd heeft opgelost. En dat daardoor dus 300.000 euro boete, oftewel last onder dwangsom, is opgelegd. Kijken we naar dit persbericht vanuit de AFM, dan zien we de Giro heeft stelselmatig en op meerdere fronten de wet op het financieel toezicht overtreden. Onder andere op het gebied van de inrichting van de bedrijfsvoering, de compliance functie, belangenconflicten, eerlijke behandeling van klanten en vermogensscheiding. Het belang van de klant stond niet centraal in de bedrijfsvoering van de Giro en wetsovertredingen werden niet tegengegaan. Kijken we iets verder, dan zien we de Giro had vanaf 23 april 2018 zes maanden de tijd om verschillende acties te ondernemen zodat de last werd nageleefd. De dwangsom bedraagt, zoals gezegd, 100.000 euro per actie die de Giro moest ondernemen. Vanwege de last onder dwangsom heeft de Giro een groot aantal wijzigingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Hiermee heeft de Giro deels voldaan aan de last. Voor een aantal onderdelen zijn de aanpassingen niet voldoende gebleken en verbeuren er dwangsommen. Het gaat hierbij om de vermogensscheiding, belangenconflicten en belangenverstrengelingen. En de Giro is daarom verplicht 300.000 euro te betalen aan de AFM. En voor deze video wil ik dan ook een paar dingen eruit gaan lichten om die juist te gaan behandelen, vragen te gaan beantwoorden in deze video. En ik wil eigenlijk niet te diep ingaan op het onderzoek. Dat komt omdat het eigenlijk een heel ingewikkeld juridisch onderzoek is. En ik denk niet dat de video de plek is om dat helemaal op dat niveau in ieder geval uit te gaan lichten. Wil je dat nou in ieder geval wel zelf gaan onderzoeken? Wil je het hele onderzoeksrapport van bijna 160 pagina's lezen? Onder deze video vind je een link naar de website van de AFM waar je het rapport en het nieuwsbericht en alles eromheen kunt bekijken. En in ieder geval dan ook op die manier zelf je onderzoek kunt doen. En laten we dan als eerste gaan kijken naar de belangen. En de Giro maakt al onderdeel uit van een groep van financiële bedrijven. En de Giro zelf is daar één onderdeel van. Maar het belang van de groep woog zwaarder dan elk van de aparte onderdelen. En dat wil dus zeggen dat de klant niet voorop stond bij de Giro. En de Giro ook niet voorop stond bij de groep. Maar dat het belang en het vermogen en de groei van de groep belangrijker waren dan de Giro als onderdeel. Of juist de klant als onderdeel van de Giro. En veel van deze bedrijven werkten dan ook met elkaar samen. Of dat bestuursleden verbanden hadden bij elkaar. Dat ze bij het ene bedrijf bestuurslid waren. En ook impact of aandelen hadden van een ander bedrijf binnen deze groep. En dat op die manier de belangen dus verstrengeld waren. Wat de AFM daarover vertelde was ook dat de Giro dit niet voldoende kenbaar maakte aan hun klanten. Je kon het eigenlijk niet vinden op de website. En als je nu het onderzoeksrapport gaat bekijken, kun je het eigenlijk nog steeds niet vinden. Want heel veel is gewoon geblokkeerd, zwart gemaakt. Waarschijnlijk vanwege de privacy, maar het wordt er in ieder geval niet duidelijker op. En dat is dus ook een heel erg groot nadeel, dat je van tevoren al, als je het al wilde onderzoeken, het niet mogelijk was omdat de Giro het niet vertelde. Maar als je er nu geïnteresseerd in bent en dit rapport gaat lezen, je eigenlijk niet heel veel wijzer wordt. Je moet heel veel moeite doen om alles over deze groep en alle betrokkenen personen eigenlijk te onderzoeken. En ik had juist gehoopt dat zo'n onderzoeksrapport daarin makkelijk kon helpen, dat je snel een goed beeld zou krijgen. Gaan we door naar het volgende punt en dan hebben we het over vermogensscheiding. En dat vind ik dan juist een heel erg belangrijk punt, want je wilt eigenlijk zorgen dat jouw zuurverdiende centen gewoon veilig staan. Het geld
wat je hebt belegd, dat je ook veilig belegt. Dat dat in ieder geval zekerheid biedt wanneer je aandelen koopt. Nou, daar wordt wettelijk gezien dus ook altijd een bewaarbedrijf voor ingericht. Dat betekent eigenlijk dat in het geval van de Giro bijvoorbeeld, je aandelen niet bij de Giro staan, maar bij het bewaarbedrijf van de Giro. En op die manier is de inboedel dus los van de Giro. Dus mocht er iets gebeuren met de Giro, mocht de Giro failliet gaan, dan zijn de beleggingen van haar klanten altijd apart van de inboedel. En kunnen klanten dus ook de beleggingen weer terugkrijgen. Hebben ze dat risico niet dat ze aandelen of beleggingen verliezen. En dat was ook gewoon goed geregeld bij de Giro. Ze maakte op de juiste wijze gebruik van dit bewaarbedrijf. Waar het echter misging was bij het geldmarktfonds. En dan moet je weten dat de Giro dus een beleggingsbedrijf is en geen bank. Wat wil zeggen, zij mogen geen contant geld aanhouden van hun klanten. Maar het geld dat klanten bijvoorbeeld overmaken naar de rekening bij de Giro, maar nog niet in aandelen hebben zitten, ja, dat is eigenlijk contant. Maar aangezien zij dus geen bank zijn, mogen ze dit niet contant aanhouden. En vandaar hadden ze dus het geldmarktfonds. Dat wil zeggen, dat zijn fondsen. En in dit geval op dit moment is dat van Morgan Stanley. Dan wordt jouw vrije ruimte, zoals het dan heet, jouw contante geld eigenlijk, wat nog niet in aandelen zit, gaat dan naar een geldmarktfonds. Dit is eigenlijk ook gewoon een belegging. Alleen het idee van een geldmarktfonds is dat ze waarde zoveel mogelijk behoudt. Dat je eigenlijk gewoon het geld dat je erin stopt ook zo snel mogelijk en tegen dezelfde waarde weer eruit kunt halen, juist om een belegging te kopen. En het geldmarktfonds dat ze op dit moment dus gebruiken van Morgan Stanley voldoet gewoon aan de eisen. Het is juist het geldmarktfonds wat daarvoor werd gebruikt, dus voor 2018, dat niet aan de eisen voldeed. En het was vooral de inrichting van dat fonds dat niet aan de eisen voldeed. Want het geld, wat de vrije ruimte of de cash van klanten dus, die ging naar een geldmarktfonds. Maar ook een ander bedrijf binnen deze groep van de Giro zat in dat fonds. En dat was geen vermogensscheiding. Dus ze wisten niet precies welk geld van de klanten van de Giro was. Of welk gedeelte dan van HIQ Invest was. En mocht het dan misgaan met HIQ, dan wisten ze niet precies welk gedeelte van de klanten was van de Giro. En daardoor konden klanten van de Giro dus ook dat vermogen kwijtraken. Maar zoals gezegd, dat was dus zeker voor 2018. Op dit moment maken ze gebruik van Morgan Stanley en is dus alles goed ingeregeld. Alleen in de toekomst, en volgens mij is dat zelfs deze maand al, gaan ze wederom een verbetering doorvoeren. En dat komt juist door de overname vanuit FedEx. En FedEx is wel een bank. En op die manier kunnen ze dus wel bankrekeningen aan gaan bieden aan hun klanten. Dat wil zeggen dat dus je eigenlijk je vrije ruimte niet langer in een geldmarktfonds gaat zitten, maar gewoon op je eigen extra bankrekening komt. En zo loop je dus niet langer dat risico, omdat je eigen rekening is. En ten tweede valt die rekening ook nog eens onder het depositogarantiestelsel, waardoor je eigenlijk verzekerd bent tot een bedrag van 100.000 euro. Alle andere punten waren dan op tijd opgelost, want de boete van 300.000 euro was eigenlijk gebaseerd, of eigenlijk moet ik zeggen last onder dwangsom, gebaseerd op 3 punten, 3 van de 8. De andere punten waren dus wel op tijd opgelost, maar deze punten waren niet op tijd, of in ieder geval niet voor eind 2018 opgelost, en vandaar dus dat het werd omgezet in een boete. Ook las ik ergens in het onderzoeksrapport nog dat de Giro te weinig deed tegen witwasonderzoek, of tegen witwassen. Dat ze te weinig onderzoek deden naar de mensen die een account openden, omdat het eigenlijk om geld gaat, dus tegen het onderzoek tegen witwassen. Ik dacht naderhand ook, misschien is dat wel de reden geweest dat begin dit jaar dat daar de wachtrij kwam bij de Giro natuurlijk. Vanwege die crisis heel veel mensen die wilden beginnen. Het stond ook ergens in het rapport trouwens dat de Giro gericht was op lage kosten. En een van die dingen was weinig personeel, dat daar kosten op werden bespaard. Nou, als je die twee dingen samen doet, veel nieuwe aanmeldingen, eigenlijk ook onderzoek moet doen naar die mensen en tegelijkertijd weinig personeelsleden hebt, dan betekent dat waarschijnlijk dus dat je capaciteit tekort komt. En op die manier dus ook wel een wachtrij is ontstaan, juist omdat ze meer onderzoek moesten doen naar al die nieuwe mensen die zich aanmelden. Maar inmiddels zegt de Giro dus zelf dat ze alle punten hebben opgelost. Ja, dat kunnen we niet controleren, dat moeten we dan maar geloven. De AFM heeft het nog niet gecontroleerd, al hebben ze wel gezegd dat ze in de komende maanden onderzoek hiernaar gaan doen om te kijken of dat ook klopt wat de Giro zegt. En dan zit je misschien met de vraag van wat nu, want we moeten ervan uitgaan wat de Giro zegt dat dat ook klopt. En we kunnen dat zelf niet controleren, daar hebben we de AFM voor nodig. Alleen het vervelende daarvan is dat het altijd pas achteraf is, dat het misschien zoals je nu wel ziet, het zijn constateringen uit 2017, 2018. Inmiddels is het 2020, dus we zijn 2-3 jaar verder voordat we weten wat er op dat moment speelde. Dat kunnen we zelf niet doen, dan zijn we van afhankelijk van de AFM. Dus wil je dan klant blijven bij de Giro? Nou, zoals het er nu naar uitziet is alles opgelost. Laat er in ieder geval van uitgaan dat alles is opgelost. Maar zeker als je voor 2018 al klant was van de Giro, dan heb je extra risico gelopen, risico waarvan ze jou niet op de hoogte hebben gesteld. Dat je misschien dat een reden vindt om juist nu weg te gaan bij de Giro. Dat het meer een principe kwestie is. En eigenlijk ook wel een beetje een statement richting de Giro van wat jullie hebben gedaan, daar ben ik het niet mee eens. Ik ga nu ergens anders beleggen. Maar waar ga je dan naartoe met je beleggingen? Want er zijn heel veel andere brokers. Alleen daar heb je eigenlijk hetzelfde met de Giro. Je weet niet hoe de situatie bij die brokers is. Heeft de AFM daar al onderzoek naar gedaan? En hebben we daar iets van meegekregen? Waarschijnlijk niet. Of moet de AFM nog onderzoek doen? Omdat ze misschien wel dezelfde praktijk hebben. We gaan ervan uit dat het niet is.
Maar ja, ga je dan misschien naar grootbanken zoals de ING of de ABN. En we weten eigenlijk ook dat daar gewoon heel vaak dingen fout gaan. Dus kun je eigenlijk die andere brokers of banken dan wel vertrouwen. Dat is in ieder geval de reden waarom ik voorlopig zelf wel bij de Giro blijf. Ten eerste, het risico wat ik zag was vooral bij vermogensscheiding. Nou, dat speelde eigenlijk wanneer je veel geld had in die geldmarktfonds. In dat geldmarktfonds en oftewel in je vrije ruimte. Dat heb ik eigenlijk toch al niet, omdat ik meestal via Ideal snel wat geld overmaak. En dan meteen een aankoop doe. Dat ik niet te veel geld hou in die vrije ruimte. En juist ook met het nieuwsbericht dat ze binnenkort een bankrekening gaan openen. Wanneer ze dus die samenwerking hebben met FedEx, vervalt dat risico eigenlijk ook al. En al het andere geld dat ik eigenlijk in de Giro heb zitten, zit in beleggingen, zit in aandelen. En die vallen in het bewaarbedrijf. Dus dat was al ja, wel de juiste manier van vermogensscheiding. Maar dat wil niet zeggen dat ik zomaar niks blijf doen. Ik ga juist ook wel onderzoeken wat de andere brokers te bieden hebben. En dan heb ik het dus over brokers zoals Bink, Lynx, maar ook gewoon grootbanken zoals de Rabobank of de ING. Juist om te gaan kijken van welke producten bieden ze aan en zijn die aantrekkelijk. Zeker ook vergeleken met de Giro, want ja, de Giro was natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk vanwege die lage kosten. Misschien heb je er achteraf juist een reden waarom ze zo goedkoop waren, dat je daar misschien ja, last van hebt gehad. Maar laat er in ieder geval van uitgaan dat dat nu niet meer speelt. En is er op basis van nu dus een goed alternatief voor de Giro en de producten die we eigenlijk bij de Giro kochten. Maar misschien heb je ook nog wel suggesties. Wat is jouw plan bijvoorbeeld de komende tijd? Ga je overstappen of juist niet? Heb je nog iets toe te voegen aan deze video? Heb je kennis? Weet je iets wat ik nog gemist heb in deze video wat wel eigenlijk had moeten bespreken? Of heb je juist vragen die ik verder zou moeten onderzoeken voor juist voor een volgende video? Laat dat soort dingen allemaal weten in de reacties onder deze video. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt het YouTube kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Klik hieronder de video op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.